Dames en heren, leden van de gemeenteraad van Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 7 februari 2017. Ik open de vergadering met mededeling van de afwezigheid van de heer Boersma, ChristenUnie, en de heer Brink van het CDA. En ik feliciteer ook vanaf deze plaats nogmaals van harte de heer Rijn Jonghans met zijn verjaardag die hij vanavond te midden van ons zal gaan vieren. Van harte gefeliciteerd. Dat zijn de mededelingen voor deze vergadering. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? De heer Stelpstra en de heer Dogger. Allereerst de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ik meen, vorige week mochten we in de krant lezen dat het college bijspringt bij de sporthal in Bergentheim. Waarvoor complimenten. Wij vinden het belangrijk dat zo'n faciliteit in deze kern wordt behouden. Maar we zijn wel heel erg benieuwd naar het toekomstbeeld. We hebben al gelezen dat er groepjes zijn opgestart. Maar we zijn benieuwd of er al contouren van een toekomstvisie bekend zijn. En zo niet wanneer die bekend gaan worden en met ons gedeeld gaan worden. Akkoord. De sporthal in Bergentheim. Eerst maar even die afhandelen. Hoewel niet helemaal binnen de termijn de vragen zijn binnengekomen, hebben we toch gezegd van nou, wethouder is bereid om er een antwoord op te geven voor zover hij dat kan. Daar ben ik u ook zeer erkentelijk voor. Ja, voorzitter, dank u wel. De flessen wijn kunnen na afloop ingeleverd worden. Dat snapt u wel. Ja, de sporthal in Bergentheim. We hebben al vorig jaar, dacht ik, bij de kadernota stond het ook al genoemd. We hebben toen een paar keer gesprekken gehad en gezegd, ja, u moet eerst zelf aan de slag. Nou, er kwam toch wel uit dat het heel erg moeilijk was. Voor de kerst hebben we een eerste bijeenkomst gehad. Een paar weken geleden hebben we een tweede bijeenkomst gehad. En daar hebben we met elkaar, zeg maar, wat hogerliggende doelstellingen geformuleerd. Dat er voor de kadernota, voor de behandeling van de kadernota, voor het opstellen van de kadernota, zeg maar rond 1 april, moet er een concept liggen voor de doorstart op verschillende niveaus. Dus beheer, bestuur. Onderhoud is nog wel een apart punt daarin. En dat is zeg maar omzet versus kosten. Daar hebben we vier groepen hebben daarvoor in het leven geroepen. Dat zijn allemaal mensen uit de samenleving die wel iets hebben met de sport en met de sporthal. En ik was verbaasd daar waar het in het verleden bijna leek alsof er vier bestuursleden alleen maar aan het trekken waren aan die sporthal. Dat er nu opeens vanuit de samenleving van alles naar boven komt. En dat is heel goed en dat is ook heel goed om dat te ervaren. Er zit een klein probleempje, dat ze niet zeker weten of ze de exploitatie dit jaar nog volledig kunnen dragen. En daar hebben wij als college ons garant gesteld voor de exploitatie tot de zomer, zeg maar. Je hebt het doorstartprotocol en dan een paar maanden om dat in te zetten. En dat is één ding. Nou, dat is maximaal 15.000 op jaarbasis. En we willen nog wel even grondig onderzoek laten doen naar de onderhoudstoestand van de installaties. En daar hebben we ook aangeboden dat dat door een deskundige mag gebeuren, zodat we ook een goed voorstel krijgen. En dan verwacht ik volgende week maandag en dan nog één keer, dan verwacht ik tot de presentaties van de verschillende groepen, om dan dat in elkaar te breien en om te kijken van wat is er nodig om een goede doorstart te maken met de sporthal in Bergentheim. Maar ik ben blij verrast dat het in dit tempo gaat en toch dat er opeens... Ja, het was ook 1:58, een grote betrokkenheid is en toch veel draagvlak. En nou, wij hopen met de kadernota u volop te informeren over hoe we de dingen gaan doen om de Bergentheimse sporthal te behouden voor Bergentheim. Dank voor de beantwoording. Voldoende, meneer, richting van de heer Stelpstra, akkoord. Het woord is aan de heer Dogger, het CDA. Dank u wel, voorzitter. Op 23 februari 2016 heeft de heer Bron namens het dorpshuis in Kloosterhaar ingesproken over de OZB-problematiek, waarmee dorpshuizen en andere maatschappelijke organisaties geconfronteerd werden. Als gevolg van een andere taxatiemethode werden zij geconfronteerd met een fors hogere aanslag. Het college heeft toen, op vragen van de raad, aangegeven met een oplossing te komen. Die oplossing is de raad voorgelegd in de oriënterende ronde van 10 mei. Het college stelt een compensatieregeling voor in de vorm van een aflopende subsidie. Globaal komt de compensatie, de gewenningsregeling, erop neer dat over een periode van 4 jaar ongeveer 65.000 euro eenmalige subsidie wordt toegekend,
waar de instellingen geconfronteerd worden met een structurele, dus jaarlijks, verhoging van meer dan 70.000 euro. Een verhoging die rechtstreeks in de gemeentekas vloeit. De raad heeft toen uitgesproken dat zij de voorgestelde tegemoetkoming onvoldoende vindt en heeft aangegeven dat zij van mening is dat de volledige verhoging die de gemeente incasseert als subsidie beschikbaar gesteld moet worden als compensatiemaatregel. Het college bij monden van de burgemeester heeft deze uitspraak van de raad een nieuw kader genoemd, waar het college wat mee moet. Het voorstel van het college is dan ook om het voorstel terug te nemen en met een nieuwe regeling te komen die recht doet aan het door de raad gestelde nieuwe kader. Groot was onze verbazing toen wij kennis namen van de ingezonden brief van de heer Bron van 29 januari van dit jaar. Hij geeft aan dat tot op heden hebben wij alleen een aanmaning gekregen om de aanslag te betalen. Van een compensatieregeling hebben wij nog niets gezien. De diverse contacten nog niet meer hebben opgeleverd dan dat men bezig was. En de afdeling Financiën een regeling zou maken voor de opgelegde aanslagen en de afdeling Welzijn voor een structurele oplossing. Dat leidt bij ons tot de volgende vragen. 1. Klopt het dat met de organisaties die in afwachting van een compensatieregeling de hoge aanslag 2016 nog niet hebben betaald of kunnen betalen, gecommuniceerd is met aanmaningen? Is er geen constructief overleg geweest over betalingsregelingen en zo mogelijk uitstel van een deel van de aanslag? 2. Waarom is er tot op heden geen uitvoering gegeven aan de compensatieregeling waarvoor de Raad al in 2016 de kaders heeft vastgesteld? Ik heb ze zojuist genoemd. 3. Op welke wijze zal het college op zo kort mogelijke termijn de betrokken organisaties compenseren voor de aanslag 2016? 4. Wanneer wordt de Raad geïnformeerd over de door haar gewenste compensatieregeling en hoe worden de betrokken organisaties op de hoogte gebracht van deze regeling? En 5. Tot slot, kunnen de betrokken buurthuizen en andere organisaties voor de WOZ-aanslag 2017 rekenen op een aanslag die gebaseerd is op de kaders die de Raad heeft aangegeven? Zo nee, waarom niet? Akkoord, dank u wel voor de aantal vragen, een vijftal vragen over OZB-compensatie in de vorm van een subsidie voor de maatschappelijke accommodaties. Ik geef het woord daarvoor aan de heer Jansen, die in zal gaan op de gestelde vraag. Dank u wel. Eerst dan even over de aanslagen 2015-2016. Een heel aantal maatschappelijke organisaties hebben die gewoon betaald. En die hebben gezegd, we zien wel te zijner tijd wanneer uw compensatieregeling klaar is en dan zien we wel wat we daarvan terugkrijgen. Alle organisaties die uitstel gevraagd hebben, hebben die ook gekregen. Daar hebben we ook absoluut niet moeilijk over gedaan. En hebben gezegd, in afwachting van de nieuwe regeling hoeft u dan nu even niet te betalen om te voorkomen dat deze organisaties in betalingsmoeilijkheden zouden kunnen komen. Het geval Kloosteraar is volgens mij gewoon betaald. Het kan wel zo zijn dat een die niet uitstel gevraagd heeft in ons geautomatiseerd systeem, dat je na een bepaalde tijd een aanmaning krijgt van, hé, u hebt nog niet betaald, wilt u nog even betalen, dat die daarin gezeten heeft. En als daar al een vereniging bij was geweest die op dat moment gezegd heeft, hallo, maar er zou toch een compensatieregeling komen, dan zegt, ja, dan gaan we daar netjes even op wachten. Dus het is niet zo dat wij met verenigingen alleen maar gecommuniceerd hebben in het kader van aanmaningen. Sterker nog, ook met de buurthuizen is ook vanuit de afdelingen communicatie geweest. En ook met meneer Bron is in ieder geval in november nog gecommuniceerd dat wij eind februari met een oplossing zouden komen voordat de nieuwe aanmaningen verstuurd zouden worden. Wij zaten met twee dingen. Eén, wij hadden een regeling bedacht waarvan u zegt terecht van, ja, de raad heeft gezegd dat we daar toch wat royaler mee om willen gaan. Dus die hebben we teruggenomen en hebben we gezegd dat gaan we een nieuwe maken. Dat was eind mei, dan zit je al redelijk tegen de zomervakantie aan. Toen zaten wij op de toer van, dan moeten wij twee dingen doen. Eentje terugwerkende kracht 2015-16
en naar de toekomst 2017 en verder. Op basis van de TIOX-methode was ons idee. En naar de toekomst zouden we dan een subsidieregeling moeten maken. En inderdaad hebben we gezegd, die moet klaar zijn voordat 2017 eruit gaat. Vervolgens hebben wij naar voren gekeken, daar heb ik me ook zelf mee bemoeid. En daar is op een gegeven moment een regeling uitgekomen waarvan we zeiden, nee, dat is dan niet helemaal goed, dan gaan we nog even een keer een beetje anders doen. Maar gaandeweg kwam er een ander probleem, dat we zeiden, jongens, maar de basis waar we van uitgaan, 2014, het laatste jaar voor de TIOX, dat is niet een goed basisjaar waarop wij ons kunnen baseren. Je kan niet zeggen, 2014 hadden we nog geen TIOX. Daar is vervolgens een OZB-verhoging overheen gekomen die iedereen in Harderberg moet betalen in het kader van de bezuinigingen. En daar is vervolgens een TIOX overheen gekomen en die TIOX gaan we ervan afhalen. De basis blijkt juridisch niet houdbaar, omdat er blijkt dat ook voor 2014 al wel, gedeeltelijk of geheel, als er verbouwingen waren of vernieuwbouw en wat dan ook, allerlei TIOX-berekeningen zijn gemaakt. Die zou dus dan oneerlijk uitvallen. En toen zeiden onze juristen, dat moet je dus even zo niet gaan doen, want dan ga je dat niet redden als er klachten over komen. Moet je anders doen. Dat heeft ertoe geleid dat wij, en als we geen ziekte hadden gehad, dan had ik hem al hier kunnen presenteren, maar hij staat in de grondverf. Dat heeft ertoe geleid dat we gezegd hebben, we moeten het toch even wat anders gaan formuleren. We gaan het verschil tussen terugkijken en vooruitkijken er ook maar even uithalen. We gaan gewoon één subsidieregeling maken. En dat is nu de lijn waarop wij zitten. We gaan één subsidieregeling maken die we met terugwerkende kracht gaan uitvoeren tot en met 2015. Zodat we alle, zeg maar, teveel betaalde geld van 15, 16 naar de toekomst toe in één keer op dezelfde manier gaan regelen. En daarmee zijn wij uitgegaan van het bedrag van 70.000 euro dat wij extra krijgen. En toen hebben we gezegd, als wij nu, we weten wat ze nu voor de TIOX moeten betalen, als we iedere maatschappelijke instelling nu gewoon 50% korting geven op dat bedrag, wat kost ons dat? Nou, dat is iets meer dan 70.000. Nou, dan hebben we nog een paar varianten even bekeken, maar dat wordt onnodig ingewikkeld. Toen hebben we gezegd, nou, dan kunnen we beter gewoon de simpele regeling pakken. Iedereen betaalt gewoon zijn TIOX. Krijgt tegelijk te horen van, dit is de subsidieregeling, gaan we zo simpel mogelijk doen. U krijgt een beschikking over de helft van dat bedrag voor dus de maatschappelijke organisaties, zeg maar de vrijwilligers die werken, niet professionele organisaties. Dan krijgt u 50% terug en dat gaat ons ongeveer 85.000 euro kosten. Ietsje meer dan de 70.000 en dat zou dan te rechtvaardiger zijn doordat er ook voor 2014... ook al wat extra TIOX-inkomsten zijn geweest. En dan kunnen we alles op een gemakkelijke, snelle, juridisch houdbare manier gaan regelen. Nou, die staat nu in de grondverf. En we hebben gezegd, die is er op tijd. Die is er in ieder geval voordat de aanslagen 2017 de deur uitgaan. Dan is er ook een subsidieregeling. Die moet dan door u worden vastgesteld. Dat moeten we in februari regelen. Zou het ons net even niet helemaal lukken, dan houden we de aanslagen voor deze organisaties even vast tot die helemaal rond is. Want dan kunt u ook nog zeggen of het nu helemaal precies is zoals u het zich had voorgesteld. Dat is eigenlijk wat er in de afgelopen tijd gebeurd is. En dan hebben we voor iedereen gelijk opgelost. Dat is eigenlijk de lijn zoals die nu in de grondwet staat. Dank u. Akkoord, dank voor de beantwoording op de vragen. Ik kijk even in de richting van de heer Dogge. Of het voor dit moment voldoende is. Ik hoorde de wethouder zeggen dat er ook nog een stuk aan de raad toe zal komen. Dus dan kan het onderwerp ook terugkomen. Maar wellicht dat u nu nog vragen heeft. Ja, even een korte reactie van onze kant. In elk geval hartstikke mooi dat er nu een regeling toch op korte termijn komt. En ook voordat de aanslagen 2017 verstuurd worden. Mooi ook dat ook gekeken is naar organisaties die daarvoor ook al een hogere TIOX hadden en dat de gemeente dat iets meer geld kost, dat juichen wij alleen maar toe. Zeker naar de maatschappelijke organisaties toe. Ik had nog een vraag genoteerd over die, de communicatie met Klooster Haar. Ik neem aan dat, want de indruk van de brief is wat anders als datgene wat de wethouder nu zegt. Dat kunnen we nog uitmelken, maar ik denk dat we
toch even moeten kijken naar het resultaat. En dat is voor ons heel positief. Dus we wouden het hier toch maar bij laten en wachten met zeer veel belangstelling het stuk van het college af. Akkoord, dank voor de reactie nog in de tweede termijn, zullen we maar zeggen. Daarmee hebben we alle actuele vragen gehad. Kijk nou even rond, dat is het geval. En dan brengt ons bij agendapunt 3, vaststelling van deze agenda. Deze raadsvergaderingsagenda, daar staat niet heel veel op. Vanuit de zijde van het college is gevraagd om bij de rondvraag nog iets te mogen overhandigen. Dat zal de heer De Vent doen. Als voorzitter van uw raad zou ik dat willen toestaan. Maar dat kan bij de rondvraag gaan gebeuren. Agendapunt 4, spreekrecht over de agendapunten. Dat is niet het geval. De heer Boersma is aangeschoven, hartelijk welkom in onze raad. Dat brengt ons bij agendapunt 5, vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 januari 2017. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, ook nu ziet u geen aanleiding tot maak van een opmerking. Dat brengt ons dan bij agendapunt 6, de hamerstukken van vanavond, dat is er 1, de stadnotitie omgevingsvisie. Ik vraag u, is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met de stadnotitie over de omgevingsvisie en daarmee het traject in te zetten om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente Hardenberg? Dat is het geval. Akkoord, algemene stemmen hier aanwezig, aanvaard. Dan de rondvraag, agenda punt 7. Kijk eerst in de richting van uw raad. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan kijk in de richting van het college. De heer De Vent wil iets aanbieden, heb ik begrepen, aan uw raad. En dat doet hij via de raadsvoorzitter. Dank u wel, voorzitter. Voor u staat hier een heel dik katern. Maar dit is het nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid. Wat 2 weken geleden ongeveer is aangeboden. En de UNESCO-commissie in Parijs namens de 5 koloniën, Veenhuizen, Frederikshoort, Ommerschans, Wortel en Merksplas. En hier is ook sprake van een hele mooie transnationale samenwerking, Nederland-België. Als je kijkt naar de gemeenten die hier geparticipeerd hebben, Hardenberg-Ommer, Noorderveld, Westerveld, West-Tellingenwerf, Steenwijkerland en natuurlijk onze Belgische partners, dan is hier sprake van een heel mooi traject, wat ruim 5, soms bijna 6 jaar heeft geduurd. Maar wat uiteindelijk ook heeft geresulteerd, denk ik, in een prachtig verhaal. Waarvan de structuren nog steeds heel zichtbaar zijn. De ene plaats wat meer dan een andere. Maar ook zeker voor Ommerschans geldt. De contouren van Ommerschans komen steeds meer terug. En het verhaal leeft en wordt ook steeds breder uitgedragen. Wij zijn heel blij met dit moment. Want de ministerraad had eind 2016 besloten om de koloniën van Weldadigheid voor te dragen namens Nederland voor de werelderfgoed voor 2018. Maar zoals u weet, 200 jaar geleden, 2000, was het meneer Johannes van der Bos die gestart is met de koloniën. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar in 2018, van 1818 naar 2018, dit nominatiedossier kunnen verzilveren met de werelderfgoedstatus. Nou, dat hebben we afgerond. Nogmaals, mooi intensief traject. Cultureel erfgoed, zou ik maar willen zeggen, ten top. Dat gaan we ook de komende jaren verder uitdragen. Er komen ook steeds meer rondleidingen in het gebied. Het verhaal leeft steeds meer. En als u zegt van nou, ik wil het nog eens beleven. Er komen straks vanaf april nieuwe voorstellingen in Veenhuizen van het Pauperparadijs. Nou, dat kan ik u van harte aanbevelen, want dan weet u het verhaal in één keer als u het ziet en beleeft. Met fantastische muziek. En natuurlijk top. Acteurs. We hebben dit aangeboden. Nu ligt de bal in Parijs. En de Werelderfgoedcommissie van UNESCO zal een jaar uittrekken om nog eens een keer alles te doorgronden. Ze komen nog een keer op bezoek in alle koloniën. En dan zal ergens volgend jaar, ergens in de wereld, we weten nog niet precies waar, het besluit gaan vallen. Maar wij zijn blij met deze stap en ik wil uw raad ook hartelijk danken voor uw steun in deze. En wij bieden uw raad via de rol van de voorzitter dit dossier aan. Dus als u nog een keer straks wat tijd heeft. Het is voor 3/4 in het Engels, maar er zit ook een Nederlands katern in. Dus ik kan u geruststellen.
zeer de moeite waard om het te lezen met prachtige, duidelijke structuren ook van het gebied. Mooie plaatjes, maar vooral het verhaal. En ik denk, heel bijzonder, het internationale karakter van de koloniën van weldadigheid. Dus ik wil het graag aanbieden aan de voorzitter. Ik denk dat het goed is om dit prachtige boekwerk neer te leggen in mijn kamer, een leeshoekje te maken. En dan kunt u intekenen om gewoon eens even een paar uurtjes rustig te komen lezen bij mij op de kamer. U bent van harte uitgenodigd om hier kennis van te nemen bij deze. Goed, dank voor het aanbieden. En zoals gezegd, het ligt ter inzage. Mocht u het willen lezen via de griffier, kunnen we het altijd organiseren. En dat mag ook inderdaad bij mij op de kamer, mocht ik daar niet aanwezig zijn. Dat was de rondvraag. Volgens mij komen wij toe aan de sluiting van de raadsvergadering. Ik sluit de vergadering. Dank voor uw inbreng. En volgens mij gaan wij om 19:30 verder met de oriënterende ronde van deze raad. Onder voorzitterschap van Piet Kees van der Wel. Thank you.